Dit is de 1-jarige Bob. Schattig, hè? Hij eet flink groenten en fruit. En zou het kwaad kunnen als hij besproeid zijn? En is het erg dat hij het zand uit de zandbak ook zo lekker vindt? Kinderen, en mezelf ook, komen dagelijks in contact met een hele reeks aan chemische stoffen. Maar is dat gevaarlijk? In mijn onderzoek breng ik blootstelling aan chemische stoffen in kaart. Samen met een team van onderzoekers volg ik de gezondheid van 300 kinderen in Mol, Texel en Reti op. En hoe doen we dat? Door vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 18 jaar gegevens van deze kinderen te verzamelen via onder andere bloed- en urinestalen. Zo krijgen we een beeld van de blootstelling en eventuele aandachtspunten. In de urine van de zwangere mama's vonden we bijvoorbeeld hogere arseengehaltes in vergelijking met Vlaanderen. Arseen in de Kempische bodem is een gekend aandachtspunt en veel gezinnen bleken grondwater uit een eigen waterput te gebruiken als drinkwater of voor de bereiding van voeding. Daarom zetten we een campagne op. Steek je kop niet in het zand, weet jij welk grondwater uit je put komt? Om de gemeenschap te informeren over veilig gebruik van putwater. Of chemische stoffen in ons lichaam nu gevaarlijk zijn of niet, is niet zomaar met ja of nee te beantwoorden. Belangrijk om te weten is dat iedereen chemische stoffen in het lichaam heeft. Zo vonden wij bij ongeveer 1/4 van de 7-jarige kinderen arseengehalte in urine boven de leeftijdsspecifieke norm. Dus wat doen wij? Wij geven deelnemers persoonlijke tips om blootstelling te beperken, want meten is weten. En we brengen ook de gemeenschap op de hoogte om samen te werken en blootstelling voor iedereen te verkleinen. Wanneer Bob 14 jaar wordt, is het tijd voor de volgende meetcampagne. Dankzij de tips die het gezin al kreeg, wassen ze thuis altijd groenten en fruit. Ze hebben ook hun putwater laten testen en op school leert Bob wat hij zelf kan doen aan chemische stoffen in zijn omgeving. Zo zorgt ons onderzoek voor een betere gezondheid. Niet alleen voor Bob en zijn gezin, maar voor iedereen.